Welkom bij de Ionix Podcast, een podcast over software ontwikkelen, werkvormen en nog veel meer interessante dingen. Vandaag een gast die we al vaker hebben gezien, Mitchell Boekhoud. Hey. welkom. Mijn collega, recruitment manager. Um, we willen vandaag iets, uh, het even hebben over uh, Midlands on Demand, de, de werkvorm die vrij uniek is voor, uh, voor Ionix. En dan ook in relatie tot uh, freelancen en ja. hoe dat een beetje... Uh, want we krijgen daar best wel vaak vragen over. Misschien kan je om te beginnen nog even uitleggen, wat is ook alweer Midlands On Demand? Ja, um, ja. in principe moet je, moet je Midlands zien als een soort uh, perfecte combi tussen uh, freelance of een vast salaris. Ja. Het zit echt, echt uh, middenin en wij doen iets heel unieks daarmee. Maar dat uh, vertellen we later over, dat On Demand gedeelte. Maar uh, als iemand die, die Midlands, dan deel je gewoon mee in het uurtarief. Maar je bent wel in dienst en je hebt dat zekerheid dat je in dienst zit bij, bij een werkgever. Ja, een vast contract. Ja, precies. En uh, je krijgt dan 65% van de uurtarief. Dus uh, hangt er vanaf wat dat uurtarief is, dan is 56% uh, voor jou. Dat is jouw deel. 65. 65, 65. Ja. ja. En uh, mocht er iets. En dat, dit is dan uh, weer een, een variabel salaris. Dus uh, dit wordt uh, over de uren die je, die je draait. Maar uh, mocht er iets gebeuren, um, er gebeurt iets bij de werkgever... of jij kan even niet werken... Um, er is even een external freeze bij, bij, tijdens uh, kerstdagen... dan krijg je, dan, uh, mocht je helemaal geen uren draaien... dan krijg je nog een basissalaris van ons. Ja, en dan precies. heb je een safety net. Ja. En dat, dat, dat is het heel, heel kort. En wat is dan dat on-demand gedeelte? En dat on-demand gedeelte, dat is wat wij doen. Wij geven jou dan een keuze om... Zeg maar je Middellandse aan te zetten. Dus je moet het zien als. Uh, laten we kijken, we beginnen van januari. Je doet je Middellandse aan. Knop, het is aan. Je gaat Middellandse, je krijgt gewoon wat hoger salaris, want je verdeelt gewoon mee aan je uurtarief. Ja. Um, je zit op een goede klus ja. voor een goed uurtarief. Ja, en voor een lange periode. Maar uh, je weet niet of je verlengd wordt of uh, thuis is het iets anders. Uh, je wil gewoon wat meer zekerheid. Je wil gewoon weten dat je. Ook wat gebeurt bij je klus, dan heb uh, je gewoon een goed salaris. Dan kan je die altijd uitzetten. En dan heb je gewoon een goed salaris. Ja, dus salaris. dan ga je niet terug naar dat zeg maar, basissalaris. Ja, maar dan ga je naar een normaal vast contract met zeg maar, een hoog Precies, een precies. hoog vast salaris. Gewoon goed, een goed vast salaris voor een, ja, voor een software ja. developer. Ja. En dan uh, als het weer goed gaat, uh, je denkt van hé, hey, ik zit gewoon goed, ik wil gewoon nu gewoon werken. En uh, het gaat goed bij mijn klus, ik zit hier voor een lange periode. Dan zet je zet me je weer aan. aan. Ja. En dat, dat is hem. En dit is heel uniek bij ons, want bijna altijd moet je gewoon kiezen van... ik wil gewoon Midlands, of ik wil gewoon vast, of ik wil gewoon freelance. Ja. En de kaders zijn heel, heel duidelijk. En je kan niet gewoon makkelijk van de een naar de andere. Nee, bij veel bedrijven die ook Midlands aanbieden, ja. heb je ook geen keuze dan. Ja, ja. Moet je midlands of je moet ergens anders ja. gaan werken? en dan word je toch even in een hoek gedrukt van... oké, okay, ik moet echt Midlansen en dat betekent ook wat gebeurt... of misschien is het niet voor mij, dan moet ik een nieuwe werkgever zoeken. Of Precies. En dat, dat, dat bieden wij bieden gewoon de flexibiliteit dat je gewoon zelf kan kiezen en kijken wat voor jou past. Ja. En, en, en het klinkt leuk, maar je weet nooit hoe goed het is of hoe slecht het is totdat je het doet. En bij ons heb je de keuze om gewoon even uit te testen en ja. te kijken of het past voor jou. En wat is dan, um, wat is dan het grote verschil met freelancen? Het, uh, want ja, het lijkt er dan best wel een beetje op. Ja, ja. Maar wat zijn dan een beetje de verschillen? Um, ja, en, en bij een freelancer dan? Dan uh, zit je niet in dienst. Dan ben je je eigen baas. Yeah. En dat betekent ook maximaal risico en maximale winst. Dus je krijgt gewoon het hele uurtarief voor jezelf. Yeah. Maar je, als er iets gebeurt, er is geen safety net. Dus uh, en dat kan gebeuren met, met externe. Er gebeurt iets, uh, de klus gaat niet door. Dan moet je weer op zoek naar een nieuwe klus. En dan moet je ook zelf op zoek. Ja, ja. En, en in dat periode dat je op zoek bent, mocht het uh, niet uh, makkelijk kunnen komen dat je een nieuwe klus krijgt, dan heb je, heb je ook geen, geen inkomen. Ja. Helemaal niks. Ja. Maar als je werkt, dan heb je wat meer, dus meer risico, ja. meer inkomen. Maar daar staat dus ook tegenover dat je als echte freelancer moet je ook uh, zelf je arbeidsongeschiktheid, je pensioen, ja. Ja. Uh, ja. allemaal dat soort dingen. En ja. als je middenlancer. Ja, en je uh, moet, je dan, moet dan, dan zelf je belastingen dat... regelen. Ja. En dat zijn, zijn kleine zaken, maar voor sommige mensen is dat ook niet prettig. Ja. En dat, dat kan. Dat is gewoon dat... Je bent wel echt ondernemer als je ja. gaat freelancen. Je, bent gewoon, je, je hebt gewoon je eigen bedrijf en jij bent de, de enige persoon daar in dienst ja. van jezelf. Maar dat betekent ook dat je alles moet regelen van, een, uh, van iemand die een ja. eigen bedrijf heeft. Zeker. En um, wat ook nog zo is, is wat ik net al noemde: is dat uh, ja, als je klus voorbij is, moet je zelf een andere gaan zoeken. Ja. Terwijl hier ja, sta jij altijd klaar voor de mensen ja. om uh, te zeggen van hé, hey, ik kan een nieuwe klus voor je zoeken. Of als je, deze, uh, als je zo zoekt bent naar een nieuwe uitdaging, gaan we wat anders voor je regelen. Ja, en dat on-demand gedeelte, dan heb je gewoon het beste van, van freelancen. Van, uh, je hebt gewoon een hoger salaris en je deelt mee in een uurtarief. Maar de andere gedeelte, de administratie, belastingen, uh, zelf klus zoeken, jezelf verkopen. Ja. En dat is, dat is ook een, een kunst op zichzelf. Zeker. Dat, uh, dat doen wij voor jou. Dus je kan gewoon meedelen, je kan gewoon profiteren van het goede. En dan. En je hebt niet een nadelen. Ja. Je hebt niet ja. En, um, maar wanneer, wanneer zou je dan wel iemand aanraden. om juist wel te gaan, te gaan freelancen? Want nu lijkt het alsof voor iedereen. met een de hand beter is. Maar... Dat, uh, dat is een goede vraag. En ik denk het, uh, het is anders per persoon. Maar wat, wat ik wel aanraad aan iedereen. is gewoon: hé. Hey, um, Zit je vast in dienst en wil je altijd freelancen? Want dat is altijd een, een iets van developers. En ik spreek ze vaak en zeg van, hé, hey, ik wil wel ooit, dat is mijn doel. Ik wil gewoon gaan freelancen en ik heb gehoord dat het fijn is. En sommige mensen doen het, dus ik wil dat doen. Maar dat stap lijkt toch te groot. En dan raden wij aan, hé, hey, probeer Midlands. Het is dus, een soort uh, tussenstap. Ja. En in principe, bij ons heb je dan dat, dat switchmoment. Dus in principe neem je een risico van drie maanden. En dan kijk je hoe het gaat. Bevalt het? Dan kan je gewoon doorgaan. En dan bij sommige developers zeggen ze: Van hé, hey, ik heb dit uh, twee jaar gedaan. Ik, ik ben klaar voor, uh, voor freelancen. En wat ook nog iets is wat meespeelt. wat sommige mensen die nog helemaal niet zoveel ervaring hebben met. Uh, detachering en freelancen. is dat. Uh, op heel veel klussen waar onze collega's op zitten die. Uh, uh, het on demand model werken. Uh, die klussen zijn niet beschikbaar voor freelancers toch ja. heel vaak... omdat de opdrachtgevers geen freelancers aannemen voor die klussen. Ja, ja. er zijn uh, wat aanduidelijkheden wat met, 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 uh, met freelancers. Zitten ze in dienst of niet? En, en soms zegt de, de opdrachtgever van, uh, weet je wat... ik wil gewoon dat iedereen die bij mij zit, ook als externe, in dienst ergens zit. Want dan weet ik zeker dat alles gewoon netjes uh, geregeld is... En dat uh, soms als freelancer kan je dat tegenkomen... dat je dan niet als freelancer terecht uh, bij een opdrachtgever gaat werken. welke zijn dat bijvoorbeeld? Wat voor opdrachtgevers hebben jullie um, gezien? Ik zou zeggen overheid. overheid. Bijna alles van overheid. Uh, en dat soms, is wel echt een hele grote ja, markt. Ja, belastingdienst zeker niet. Yeah. Bij, sommige, bij sommige overheidsinstanties, wat kleinere instanties, kan het wel. Maar bij de grotere belastingdienst bijvoorbeeld, dat, dat, dat kan gewoon niet. En dik toe wordt het ook moeilijk en... en en als je in dienst zit, dan, dan is dat geen zorg voor jou. Ja, dus dat is ook nog wel echt een voordeel. Van, ja. Uh, nou ja, en ja, het lijkt mij gewoon heel fijn als, uh, als developer uh, dat er iemand is zoals jij. die ook me gewoon helpt met een klus zoeken. Want dat onderschatten mensen ook wel hoeveel werk ja. dat is. en met je CV en dan met de tussenpartijen. En, ja, en het dat is echt niet zomaar dat je... jij bent er de hele dag mee bezig Ja, ja, ja. En, en uh, ik, ik zeg altijd: uh, als software developer ben je een specialist. Je bent gewoon goed in wat je doet, je bent een developer. Dat betekent niet altijd dat je ook een, een salespersoon bent. En dat hoeft ook niet, want je bent een developer, maar daar helpen wij. Ja. En da daar komen wij en dan zeggen wij van. Hey, um, doe gewoon je werk, maak je geen zorgen. Wij zoeken een klus. Wij regelen alle administratieve dingen. We bekijken de contracten, zorgen dat alles goed, goed in elkaar zit. Uh, concurrentiebedingen, relatiebedingen, ook heel belangrijk. Dat, dat je soms kan missen, want, want je bent niet gewend aan al die contracten. En dat doen wij. Ja. En uh, dat hebben we nou nog helemaal niet genoemd, maar um, soms helpen wij ook mensen om freelancer te worden. Ja. Mensen die dan uiteindelijk een tijdje hebben gemiddeld en zeggen: Ik wil toch de stap maken. Dan, ja. uh, dan helpen we ze ook daarbij. Dus bij ons zijn echt alle, ja, alle opties ja. mogelijk en heb je alle vrijheid. Ja, en uh, dat, dat is ook uh, iets bij, bij ons. Wij willen gewoon dat jij goed in je vel zit en, en kan doen wat jij wilt. En als je dat ambitie hebt om, om te gaan freelancen, dan kunnen we je ook. Uh, stappen doornemen. We hebben een uh, de eigenaar van, van, van Eonix oprichter, was ooit een freelancer en hij weet gewoon alles over freelancen als, als software developer. Dus hij heeft een traject dan loop je verschillende stappen um, cursussen die, die we geven en dan uh, krijg je alles te weten over belastingen en administratieve dingen hoe het precies zit op de markt waar moet je op letten, pensioen en, en verzekeringen en dat uh, ja, dat, uh, dat kan je ook bij ons doen. En mensen die dus nieuwsgierig zijn geworden, wat, wat raad je aan om ze te doen? Met jouw contact opnemen, denk je? Ja, ik. zeker. Kom even praten. Ja, praten je, kan geen kwaad. Als heen. je op onze website een ja. uh, formulier invult of een sollicitatie, of maakt niet uit. Dan komt het altijd wel op de goede ja, plek precies, terecht. Precies. En dan uh, kan je ja. met jou in contact komen. Ja, en, en wat, wat, hoe, wat ik goed vind van, van de on-demand uh, model, is dat je laagdrempelig kan kijken of het bij jou past. Ja. Ik heb, ik heb wel eens meegemaakt. Bij sommige developers gaan ze gewoon even midlanzen en dan past het. Dan zeggen ze: ik wil nooit terug. Dat ja. kan. En dat is, echt, dat is echt fijn. Want dan heeft die persoon gewoon iets gevonden dat past bij hem. Bij sommigen doen ze het gewoon één, twee jaar en dan zeggen ze van weet je wat, ik wil toch even wat, wat meer zekerheid. Sommigen zeggen van hé, hey, ik wil gewoon helemaal gaan freelancen, ik wil mijn eigen baas zijn. Ik wil gewoon alles beslissen. En dat, dat kan allemaal. En, en daarom zijn wij hier. Mooi. We willen gewoon dat developers. Uh, Een plek vinden. Ja, precies, precies. Nou, dankjewel Mitchell voor het delen van je kennis en uh, voor je tijd. Ja. En uh, ja, zoals ik heb gezegd, uh, kom met ons praten. Wij ja. blijven het. Uh, we geven gewoon advies en uh, we willen gewoon dat de developers zich goed. Uh, Iets goed uh, vindt dat dat bij hen past. Zo is het. En uh, dan uh, spreek ik je vast weer in de volgende podcast. Zeker. Bedankt uh, voor mij, uh, voor mij uh, deze uitnodiging. Thanks. Ciao, ciao. Ja.